Wetenschappelijk onderzoek houdt in dat we nieuwe behandelingen vergelijken met reguliere behandelingen. En dan met name op het gebied van medicatie tegen kanker. Ik behandel patiënten met kanker en dan met medicijnen zoals chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie. En daarnaast ook wetenschappelijk onderzoek wat verweven is met mijn dagelijkse werkzaamheden. Als we een nieuwe behandeling starten, dan behandelen we ook veel patiënten in de Noordwest ziekenhuisgroep in onderzoeksverband. Dus we doen veel wetenschappelijk onderzoek. We leggen dan aan patiënten uit wat de gebruikelijke behandeling is. En dan bij de meeste onderzoeken is het zo dat de gebruikelijke behandeling vergeleken wordt met een onderzoeksbehandeling waarvan wij denken dat dat beter is, maar we weten niet zeker dat dat beter is. Anders zouden we die uiteraard aan iedereen geven. En als patiënt inderdaad denkt van nou, ik zou een behandeling in onderzoeksverband waarbij als het ware geloot wordt tussen de gebruikelijke behandeling en de nieuwe behandeling, als de patiënt daar aan mee zou willen doen, dan ondertekenen we een informed consent, zoals dat heet, waarmee de patiënt zegt, nee, ik ga akkoord met deze behandeling. Waarna soms nog een aantal extra onderzoeken gedaan moet worden. En dat is waarbij het trouwbureau heel veel werk uit handen neemt. Waarbij zij dat coördineren, ook gesprek hebben met de patiënt daarover en ook de logistiek in de gaten houden. We doen nu ook mee aan onderzoek waarbij we de behandeling echt op de individuele patiënt willen richten. Waarbij we gebruik maken van de genetische afwijkingen die de kanker van die patiënt toont. Uiteraard is deelname aan wetenschappelijk onderzoek geheel vrijwillig. We doen in het oncologisch centrum meer wetenschappelijk onderzoek dan de meeste mensen denken. De reden hiervoor is dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is om nieuwe behandelingen te onderzoeken en patiënten met kanker beter te kunnen behandelen. Het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de patiënten, waarbij ik graag alles goed aan de patiënt wil uitleggen, zodat zij een goede keus voor hun behandeling kunnen maken. Ik ben Diederik ten Oever, ik ben internist-oncoloog en ik vind dat we heel trots kunnen zijn op het Noordwest Oncologisch Centrum en het werk dat we hier doen.